Binnen anderhalve maand had ik mijn allereerste klus. En dat was een hele grote klus, dankzij een van de andere SMG'ers. Je wil gaan freelancen, maar hoe doe je dat? Waar begin je? Hoe kom je aan opdrachten? En wat is het belang van een goed netwerk? Je gaat erachter komen in dit gesprek met een absoluut ervaren freelancer. Welkom bij CVD-TV. Ja, in de serie gesprekken die ik maak met Sales Marketing Groep, duik ik in de wereld van freelancers. Met in dit gesprek, uh, zoals ik al zei, een zeer ervaren freelancer, Jorg Wiedijk. Jorg, van harte welkom, leuk dat je bent. Ja, dankjewel. Ja, ervaren mag ik wel zeggen, hè? Ja, dat denk ik wel. Ja, ja, zeker wel. Laten we eens bij het begin van jouw carrière beginnen, zeg maar. Waar, waar is die begonnen? Die is begonnen in het Krasnopolski Hotel op de Dam in Amsterdam als stagiaire. Ben ik daar begonnen, achter de fronthoffers. Ja. En um, na drie jaar bij Krasnopolski ben ik eigenlijk in mijn marketingcarrière begonnen bij het Nederlandse Bureau voor Toerisme. Dus hospitality had wel jouw interesse? Ja, dat is. En waar uh, kwam dat vandaan? Nou, dat is uh, genieten, dat is uh, plezier hebben. Uh, daar komt eigenlijk, uh, ja, ik weet niet hoe dat is ontstaan. Dat, dat vond je gewoon leuk? Ja, ik heb een toeristische opleiding gedaan. Ja. Maar dat was net als wat ik bij mijn zoon zie van... ik wist niet wat ik wilde. Ja, ja. Dus ik heb gewoon een MTRO, een MBO-opleiding toerisme gedaan. Ja. En zo ben ik eigenlijk in toerisme beland. Zal het ondernemen in je bloed? Uh, dat denk ik wel. Nou, misschien... Uh, dat kan ik niet echt zeggen... Uh, maar ik heb een opleiding gehad bij de Rooipannen in Tilburg. Ach, ja. En de Rooipannen in Tilburg, daar staat de O van ondernemerschap voorop. Dus misschien is het daar ontstaan. Vertel even de geschiedenis daarvoor. en dan zometeen hoe je daar dan gekomen bent om te gaan freelancen. Want je hebt wel een aantal ervaringen achter de rug. Het zeg maar. pikken er eens wat highlights uit. Ja. Uh, ooit mijn carrière begonnen bij het Nederlands Bureau voor Toerisme. wat ik al zei. Ja. Um, dat was eigenlijk het begin van mijn marketingcarrière. Dus eigenlijk aan het begin van mijn werkleven. Um, daar heb ik zeven uh, jaar, zeven en een half jaar gewerkt, waarvan drie jaar in België, dus in Brussel. Daarna ben ik terug naar Nederland gekomen, uh, heb ik heel even een stapje buiten het uh, hospitality gebeuren gedaan in de schoenenbranche, twee en half jaar. Maar wat ik al zei, lesser hospitality, uh, bloed kruipt waar het niet gaan kan. En toen ben ik uh, uh, voor zeven jaar werkzaam geweest bij NH Hotelgroep. Gewoon als baan. Als baan, ja. Ja, ja. Ik ben daar begonnen als marketing-communicatie-manager. Uh, als onderdeel van een team. En het laatste jaar van die, ze van die zeven werd ik marketing-directeur voor de business unit Nederland, België, Luxemburg, okay. Frankrijk en Groot-Brittannië. Dat heb ik dus zeven jaar gedaan bij uh, Dus in totaal heb ik zeven jaar bij een NH Hotelgroep uh, gewerkt. En toen was het de koek op, dus ik wilde wat anders gaan doen. En toen ben ik aangesloten bij een bedrijf. Um, in technology expense management, dus totaal buiten de hospitality. Maar waarom ik dat nou zo gaaf vond, was dat dat eigenlijk ik werd partner, dus het werd ook ja. mijn bedrijf. Was dat een bedrijf waar je vader ook in zat? Ja. Dus ik ben bij mijn vader. Uh, toen ik wegging bij NH, heb ik tegen mijn vader gezegd in 2012: ik wil heel graag jouw bedrijf of ons bedrijf, want dat werd het dan ja. uh, een stapje verder brengen ja. uh, met strategie, uh, alles wat ik geleerd had in, in Hoe de. Waar oudste toen? 2012, ik ben nu 49 of ik word 49. Dus, dus in het midden 30 of zo. Midden 30, je, ja, ja. ja. Maar dus goed, wel wat leiderschapervaring en zo vanuit ja. je NH-tijd. Ja, want daar zat ik in het management team. Dus en marketingervaring ja, inmiddels. Ja. ja. En uh, uh, ik kan me ook voorstellen dat heel veel mensen denken, nou, voordat ik met mijn pa zou gaan ondernemen. Uh, was dat nog een ding? Of, ik vind of... dat een supergoede vraag. Ja. En dat was zeker een ding. Ja. Want toen wij dat samen gingen doen, um, heb ik tegen mijn vader gezegd: er moeten een paar dingen duidelijk zijn. We moeten weten wie, welke rollen we spelen. Maar uh, mijn vader had een partner, dus een compagnon. En ik werd dus de derde compagnon. En mijn vader was heel erg duidelijk voor de operatie. Dus die deed ja. alle operationele dingen. En ik was veel meer uh, de partner van. Onze partner, ja. omdat wij op de commerciële kant zaten. Mm -hmm. Dus we hadden hele duidelijke afspraken. En overdag waren we gewoon Kees en Jorg. En om uh, als we naar huis reden. Dan belden we elkaar op en dan was het gewoon Heepa. weer vaardig. Uh, maar waren daar heel duidelijke uh, dingen. Maar en dat, dat is ook nooit, zeg maar, heeft dat ooit tot spanning geleid? Nee, helemaal niet. En dat is wel heel. Uh, dat was nou verbazingwekkend niet. Maar dat hebben we echt wel uh. uitgesproken. En ook met die compagnon destijds ook ja. uitgesproken. In het begin hebben we het ook in het bedrijf laten weten. Daar was ik in het begin natuurlijk de zoon van. Ja, ja. Maar uiteindelijk, omdat het uh, echt met visie en dat soort dingen te maken had, werd ik gewoon een vo volledige partner. Ja. En heeft het nooit tot spanning geleid. En dat bedrijf is verkocht, hè? Ja, dat klopt. Wij hadden in 2012, ben ik aangesloten. We hebben toen een soort, uh, en dat is een beetje mijn passie ook, als je dingen doet, moet je strategie doen. Dus ja. je moet een visie hebben en een missie waar je naartoe wilde. En onze missie was in datgene wat we deden, de grootste van Europa te worden. Ja. Uh, maar daarvoor hadden wij ook expertise nodig in Amerika, want wij verkochten dingen aan bedrijven die ook in Amerika vestigingen hadden. Ja. En toen waren we op zoek naar een partnership in Amerika. En dat partnership, dat dachten wij gevonden te hebben. Uh, en dat resulteerde eigenlijk in gesprekken met een private equity fund in Boston. En die zeiden, willen jullie wel hebben? Ja, dat was eigenlijk heel kort gezegd wat <laughs> jij zegt nu. Ja, want wij <laughs> kwamen daar of de, we hadden die pitch gedaan en die mannen zeiden, thank you gentlemen for coming to Boston, but we are not interested in a partnership. Are you willing to sell your company? Ja, dus, ja, ja, ja. Ja, dus ik heb het verkocht. Oh, dus die ervaring heb je ook achter de rug. Ja, en dat was eigenlijk, want daarvoor hebben wij geprobeerd met een andere partner in Amerika fusies te doen. En die fusie resulteerde uiteindelijk in dat dat niet gelukt was. Dus vandaar dat we daarna met dit equity fund in gesprek kwamen. Ja. Dus ik heb ook een soort fusieperiode daarvoor gehad. Daar heb ik ook heel veel van geleerd. Dat resulteerde uiteindelijk na 7, 8 maanden um, integreren in. Een clash. Dus de, mm. dat ging niet door. Mm. Toen moesten we wel wat anders gaan zoeken. Hè. Toen dachten we een partnership te vinden. Maar dat ging niet door. Dat werd dus een verkoop. En dat hebben we toen in 2018 beklonken. Op 1 januari 2018, om, om twee uur smiddags, zaten wij met advocaten hier in Nederland en daar in Amerika. En toen werd het uh, getekend. Niet financieel onafhankelijk worden hè, door die deal. Want op het moment nee, hadden we kleine een kleiner pakket aandelen. Ja, ja, ja. Dus uh, je vader is er beter uitgekomen, zeg maar. En mijn vader dus is iets beter uitgekomen, ja. maar mijn vader ging ook met pensioen. Dus dat was allemaal goed. Ja, 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 ja. En onze kompion was helemaal goed. Dus die. Ja, 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 ja. precies. Ja. Hé, hey, um, nou zitten de mensen te luisteren. Ik wacht even. Uh, Freelancer. Uh, dat zijn veel al mensen die eigenlijk uh, of vanuit een baan of vanuit na de studie al meteen beginnen met een freelance bestaan, vaak ZZP uh, basis. Jij hebt zeven uh, jaar directiefuncties achter de rug, je hebt eigen bedrijf gehad, verkocht. Maak nou eens even een natuurlijk bruggetje naar het freelance schap. Ja. Hoe komt dat in beeld? Nou, dat kwam helemaal niet in beeld, want wat ik had bedacht is naar nou, die... Verkoop, wat ik net vertelde, um, drie jaar daarbij, toen was na drie jaar was de koek op. Tenminste ja. vond ik klaar, dat ja. wilde ik wat voor mezelf doen. En misschien een beetje om te vertellen wat mijn passie was. Ik heb in die tijd dat ik dus in dienst was en ook mijn eigen bedrijf, heb ik bijvoorbeeld MKB'ers ook geholpen. Dus ik, ik zat ja. in mijn vrije tijd uh, mijn buurman te helpen, uh, die heeft een eigen bedrijf. Hoe kan je dat beter op, je, op, je, uh, op de kaart zetten? Ja. Um, uh, uh, rebrandings meegemaakt. Dus ik vond het superleuk om MKB'ers te helpen met mijn passie. Ja. Mijn strategie, strategie en dat soort dingen. Dus ik dacht, weet je wat, dat ga ik doen. Dus ik, heb, uh, ik was klaar bij, uh, bij ja. dat bedrijf. Ik dacht, het, als eerste moet je een mooie website hebben... want de etalage moet goed zijn. Dus ik gedaan. Heel mijn netwerk. Iedereen superjorg, gaat je lukken, fantastisch, dit ja. en dat. Alleen er kwamen geen klussen binnen. Daar kwam, nou, dat was het punt. Dus ik denk, uh, iedereen was enthousiast. En ik weet natuurlijk... Uh, als geen ander dat het je moet wel dingen gaan doen, dus wat heb ja. ik toen bedacht? Want er moet wel wat op de plank komen. Hè? Ik, ik kon op zich nog wel wat doen. Toen dacht ik: Nou, weet je wat? Voordat ik mijn bedrijf dan groter kan groeien, ga ik gewoon wat freelance klussen doen en Zodoende ben ik eigenlijk aangesloten bij SMG, waarom we hier ook zitten, bij sales marketing groep. Maar hoe kwam je daarmee in aanraking dan? Nou, ik was op zoek, dus ik was op zoek naar klussen. natuurlijk. Al googelend eigenlijk. Ja, googelend. Ja, eigenlijk wel zo. Ja. Zag ik zag een, een filmpje van uh, collega's bij SMG, uh, een dame. Ik denk, nou, ik ga gewoon eens kijken. Ik had ook bij een ander netwerk aangesloten, maar dat, dat, dat was een netwerk met heel veel. Um, uh, mooie beloftes, maar er kwam niet echt iets uit. Maar ik vind ja. bij netwerken is het ook zo dat niet alleen het netwerkclub ligt, moet je, moet je zelf ook doen. Ja. Maar concreet ben ik bij SMG, ik heb gewoon een aanvraag gedaan. Ik, ik wilde gewoon een gesprek voeren en uh, ja. dat heb ik gedaan. En wat en en toen, want uh, leg even uit hoe dat dan werkt. Nou, uh, dan heb je gesprek en dan ja. moet je, dan word je uh, bij sales marketing groep kijken. We natuurlijk pas je bij de groep, ja. Uh, dus een gesprek gevoerd met iemand en een gesprek gevoerd met Dolf Kost, de, 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 de oprichter van. Ja. Uh, nou, dat was een klik. En toen, um, sloten wij, toen, toen begon ik eigenlijk met te kijken: wat moet ik nou eigenlijk zelf doen? Nou, ik vertelde je net: ik heb managementfuncties, ik heb teams geleid. Maar ik had mijn eigen CV bijvoorbeeld nog niet eens op, op orde. Dat is heel ja. grappig. Ja. Dus ik denk: nou moet ik mijn CV doen. En uh, uh, hoe stom het ook klinkt. Ik heb natuurlijk heel veel mensen geïnterviewd om bij mij in een team te komen. Dus ik weet echt wel hoe een cv eruit en hoe je dat moet lezen. Maar ik had moeite om mezelf daarin te doen. Nou, concrete voorbeelden is van... als je nou uh, op het gebied van... misschien gaan we het zo nog even hebben uh, over mijn expertise. Ja. Uh, uh, je moet in je cv niet schrijven wat je allemaal kan, maar wat je ook gerealiseerd hebt. Dus als je B2B doet, hoeveel leads heb je dan ten opzichte van het vorige? Dus dat nee, heb ik allemaal geleerd. Ja. Dus en resultaten en erin zetten. Ja, resultaten erin zetten, gewoon een concreet voorbeeld. En dat leerde ik eigenlijk van iemand uit het SMG-netwerk. Die heeft gezegd ah. van... Maak je CV nou eens to the point. Ja, ja. En wees is uh, uh, opvallend van. Wat, uh, en, uh, en werd er ook tegen mij gezegd: maar je weet toch hoe je een CV moet lezen? Ik zeg: ja, ik heb het vaak gedaan. Maar het was best wel pittig, dus ja, dat ja. is goed. En eigenlijk binnen, binnen een maand. Uh, in dit, uh, een van de voordelen van dit netwerk is dat uh, wij een soort uh, app hebben. waarin alle. Uh, freelance klussen of ZZP klussen gestructureerd zichtbaar worden. Yeah. Dus die ik eigenlijk zelf ook zou moeten kunnen vinden als ik het alleen doe. Uh, maar die staan allemaal op een positie uh, in een app. Dus ik kon in een uh, gewoon gerichter uh, mijn, in, uh, mijn uh, uh, CV gaan sturen, uh, uh, sollicitatiebriefjes gaan sturen. Uh, dus binnen anderhalve maand, denk ik, had ik mijn allereerste klus. Mm. En dat was een hele grote klus ook, want dat was een, een jaarklus. Dus dat kwam ja. dankzij je SMG binnen. En daarom ben ik begonnen uh, in 20... Nou, ik ben aangesloten in 2021, denk ik. Ja, 2021. Uh, september en in november had ik mijn eerste grote klus. En hoe werkt zo'n structuur dan met SMG? Wie betaalt wat? Want het is een soort geven-nemen-achtig ja. principe, neem ik aan. Ja. Hoe werkt dat binnen uh, SMG? Of als SMG? je een klus... Als, nou, laat ik het zo zeggen, um, in die app staan heel veel um, um, functies die voorbij komen. Dat ja. zijn functies die wij als club zelf uh, van, het, van het web trekken. Ja. Dus, uh, maar er zijn heel veel SMG'ers die bijvoorbeeld op een klus zitten en die bijvoorbeeld een opdracht hebben of uh, dat er bij hun iemand komt van kun je me helpen? Ja. Nee, ik heb geen plek. Kun jij niet iemand aanbevelen? Ja, ja dus alle SMGers die op klussen zitten horen weer van andere klussen. Ja. Ja, ja, ja. ja, dus dan zo doen we het. Maar die eerste klus kwam uh, op zich niet binnen. Die kwam binnen omdat het zichtbaar werd. Maar die heb ik zelf binnengehaald. Dus deze eerste klus was niet een voorbeeld van dat ja. ik aanbevolen ben. Maar hoe werkt dat dan? Want als jij een klus via SMG krijgt, dan ja. moet je dan iets betalen? Of uh, hoe, hoe werkt dat? Snap, hoe werkt de commerciële samenwerking oh, commerciële met SMG? Sta. Bij SMG hebben we allemaal een afdracht. Dus wij uh, betalen allemaal een jaarfee. Of ja. een maandfee, wat we elke maand betalen. Dat is onderdeel van het pakket. Oké. Okay. En wat wij wel hebben afgesproken als we met elkaar samenwerken, is dat één: je doet een beetje afdracht van de klus die je doet. Ja. Dat is zo. Maar als je de klus krijgt dankzij een ander, want die heeft je warm aanbevolen, die heeft je ook geïntroduceerd bij de klus, dan betaal je op je uh, elke factuur die je afdracht betaal je dus de persoon ook. Oké, okay, dus jij kan ook geld verdienen met het aandragen van klussen voor anderen. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk een mooie mooi bijeenkomst. Maar het is fijner om iemand aan een job te krijgen. Dus ik vind ja. het superleuk om dat, uh, om dat te doen. Uh, het, het systeem werkt voor jou? Voor mij zeker, ja. 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 Wat zijn de belangrijkste redenen waarom SMG voor jou werkt? Uh, de, de klus waar ik nu op zit. Ja. Dus, uh, ik noem het niet eens een klus, want ik, ga daar, ik zit daar voor een langere periode. Een is dankzij... Een van de andere uh, SMG'ers. Ja. Dat is fantastisch. Die, die kenden de mannen uh, waar ik nu voor werk. De twee broers. Ik werk Horika. Dat, dat is de, de Horika-bedrijf uh, met 16 uh, vestigingen. zijn twee broers. En fantastisch. En uh, ik ben gewoon geïntroduceerd door een van de SMG'ers die hen kende. Um, en um, uh, ja, als je warm aangedragen wordt, krijg je vaak in ieder geval de kans om het gesprek aan te gaan. Ja. Maar wat altijd blijft is natuurlijk, je moet zelf jezelf verkopen. Dus met ja. andere woorden, er moet een klik zijn met de opdrachtgever ja. en dat soort dingen. Ja. ja, je moet je vak verstaan. En ja, wat. weet je. Um. Het is geen, moet ik ook heel erg zeggen, ja. SMG is geen... Uh, het is, no is nog steeds geen garantie dat je een job krijgt, want nee. is het, uh, het is het intermenselijke. Als jij niet jezelf kan verkopen en je hebt geen goede klik met de opdrachtgever waar je zou willen werken... Dan gaat geen SMG je helpen. Dus je bent nee. nog steeds zelf ondernemer. Is het ook een soort van collegialiteit daar? Doe je dingen samen? Ja. Uh, uh, ja. Is dat voor jou belangrijk? Ja, super belangrijk. Want um, uh, wat veel uh, freelancers waarschijnlijk zullen herkennen is als je bij iemand op een klus bent. Bijvoorbeeld ik als marketeer ben op een klus. En uh, vaak wil je even sparren over dingen. En dan ga je bijvoorbeeld met de mensen in het bedrijf sparren over marketing. En het antwoord wat je krijgt van, ja, maar we hebben jou toch aangenomen voor marketing. Dus wat wil je nou? Uh, 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 als jij denkt dat het goed is, doe het maar, laat ja. het maar zien. Maar vaak wil je toch eigenlijk even sparren. Tenminste, ja. ik ben wel iemand die wil leren. En het leuke van deze club is dat uh, je gooit een uh, vraag in een app en mensen gaan gewoon reageren. Hoe, hoe ja. zou jij dat doen? Ja, 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 en je ja. hebt natuurlijk in elk netwerk je hebt mensen waar je heel favoriet. Uh, waar je heel goed goede klik mee hebt. Ja. En hetzelfde niveau hebben. Waar je ook gewoon uh, afspraken mee maakt. Gewoon uh, de ene mentort de ander. Ah, ja. Dat soort dingen, ja. Oké, okay, grappig, grappig, ja? grappig. Hé, hey, als we het hebben over jouw vak. Uh, hoe blijf jij bij? Heeft de SMG daar ook een rol in trouwens? Een gedeeltelijk nee, want ik, ja, een van de pijlers bij SMG is kennis delen. Aha. Dus hoe wil jij kennis? Ja. Dat is een slogan. Dus met andere woorden, de afdracht die wij doen, daar zit een stukje van die afdracht, dat blijft van jou zelf. En wat ze daarvan zeggen, dat mag je alleen maar gebruiken, of moet je eigenlijk alleen maar gebruiken, om bijvoorbeeld opleidingen te doen. Oh ja. Want um, um, wij vinden met elkaar dat. In de wereld waarin we nu leven, bijvoorbeeld, ik noem maar iets AI, ja. um, uh, chat GPT, al dit soort AI-dingen. Moet je gewoon bijblijven. Ja. Dus het stukje wat je uh, afdraagt, dan gaat een gedeelte terug naar jouw persoonlijk account. En dan mag je. Uh, mag een je opleidingsbudget ja, op eigenlijk. Eigenlijk, eigenlijk. En zijn dat externe opleidingen, of wordt dat ook allemaal via het netwerk verzorgd? Uh, nou, bijvoorbeeld, dat mag helemaal zelf. Als het maar gerelateerd is aan je job. Ja. Bijvoorbeeld, ik um, heb gekozen. Um, wat ik al zei in die periode met die Amerikanen. Dat ik bij Forrester um, Ik had Forrester in dienst genomen. Uh, een consultant van Forrester om mij te helpen met strategie. En eens per jaar is er nog steeds een conferentie in Londen. waar het echt gaat over B2B. En B2B ja. marketing is. Dat is jouw dingen. Dat is mijn expertise. Ik vind het leuk om teams te doen. Dus ik, kan, ik ben een teach t marketeer Dus ik weet van alles wat. Maar ik had vaak mensen in mijn team die COD's, deden ja, en dat soort dingen. Maar mijn specialisme is B2B uh, en dan account-based marketing. En wat ik dus doe is, ieder jaar ga ik in, uh, in oktober, september, oktober... ga ik uh, eh, twee dagen naar Londen om een congres van voor bijvoorbeeld Forrester uh, ja, te gaan. Dat zijn goedkope congresjes. Dat zijn helemaal geen goed. Nee. Maar ik vind het belangrijk, maar dat is puur mijzelf. Um, dat heb ik ook gewoon in mijn budget opgenomen... Trainingen. Dus uh, ik doe dat zeker. Ja. Mag jij combineren, uh, want jij bent te veel, zeg maar een, een druk baasje. Je doet verschillende dingen. Ja. Ik kan me voorstellen dat bij SMG meer gebeurt. Dat je wie weet wel een eigen bedrijf hebt, dat je daarnaast freelance of dat je ook freelance klussen doet buiten SMG. Hoe werkt dat? Um, er is een regel binnen SMG dat uh, alles wat je doet. Je bent lid van de club. Dat betekent dat alles wat jij doet. Um, maakt onderdeel uit van de afdracht die je doet. Okay. Dus um, daar, daar, dat is een regel. En regel die regel die, die, die neem je, die, daar ga je mee akkoord. Dus dat betekent dat, of je nou een eigen bedrijf hebt of freelance, ja, dat zijn inkomen. En over die inkomen dragen we iets af. Okay. Maar die keuze maak je. En die afdracht naar SMG. Wordt kleiner naarmate je langer aangesloten bent ja, en meer doet. En meer doet, ja. ja, ja, ja. ja. En, je, en er zit een andere kant aan die geldmachine, want als je dingen inbrengt, dan kun je daar weer geld mee verdienen. Ja, want het is één, die, die opleiding, want je, je draagt wel af, maar wat ik net zei: uh, een gedeelte van die afdracht blijft je bij je voor, terug, die, ja. voor die opleidingen. Maar uiteraard zitten er in, de, in wat wij afdragen en SMG allerlei kennissessies. Dus één keer per maand ja, ja, ja. is er een kennissessie, noemen we Inspire en Connect. Uh, met mooie onderwerpen. Uh, we noemen uh, fundingen, dus met, met elkaar. We gaan volgende week bijvoorbeeld een korte reis naar Valencia. We zijn vorig jaar met elkaar uh, drie dagen of vier dagen naar Finland geweest. Grappig. Dus Hoe groot daar, is het netwerk? Uh, volgens mij hebben we nu iets van 110 experts binnen ja. de club. Denk ik, 110. Maar dat zijn niet allemaal dezelfde. Hè? Dus je hebt uh, ja. digital experts, je hebt sales experts. Dat is heel, divers, jonger, heel divers, hè? Ouder, ja. ervaren, minder ja. ervaren. Ja. Ja. Ja, en ik had ook begrepen dat als jij bijvoorbeeld, stel, ik ben ook onderdeel van het netwerk, ja. jij brengt een klus binnen voor mij, ja. dat jij op mijn uren, zeg maar, ook nog terugverdient, toch? Of niet? Ja, want uh, uh, ja, dat klopt. Um, uh, hoe langer je bij SMG blijft, hoe meer uren je maakt. Want elke uur dat je declareert, um, uh, wordt word bijgehouden. En als we 4500 uh, uren hebben gewerkt, dus dat ligt eraan hoe je dat doet, ja. dan gaat je percentage afdracht aan SMG naar beneden. Ja, uh, en dat betekent dat als ik jou heb aangedragen, dan krijg ik een beetje van jouw opdracht, omdat ik jou heb aangedragen, maar al jouw uren die je daar werkt, dat telt op bij mij. Ach, ja. Dat ja. is Ja, slim systeem. Hè? Ja, 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 ja. Dat is ja, ja. goed voor elkaar. Ja. Ja, 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 ja. Tot slot, een paar tips voor freelancers. Ik wil starten als freelancer. Ja. Wat is een belangrijke tip die je kan meegeven? Uh, uh, maak een focus. Bepaal wat je echt wil. Want um, je kan op een gegeven moment beginnen en denken ik moet een klus hebben, dus ik ga maar wat doen. Dan kan je beter zorgen dat je een focus aanbrengt van wat ik dus begonnen ben is met mijn B2B. Ik, ik wil natuurlijk breder, mm. maar ik denk, ik ga me focussen op een B2B-klus. En op het moment dat je je focust op datgene wat je leuk vindt en waar je denkt onderscheidend te kunnen zijn ten opzichte van anderen, dan ga je ook gerichter zoeken naar dat soort klussen. Mm -hmm. En het kost misschien in het begin eventjes iets meer tijd, maar als je bijvoorbeeld je cv daarop aanpast, laat zien wat jouw expertise is. Dan denk ik dat focus het allerbelangrijkste is. Kiezen om gekozen te worden, eigenlijk, zeggen ze ook wel eens. Kiezen om gekozen. Dat vind ik ja? een mooi woord. Ja. Dus dat je keuzes maakt in wat je doet. Ja. En daardoor een strakker profiel naar buiten krijgt. Waardoor ja. je duidelijker op, op de, om de goede redenen gekozen wordt. In plaats van ik doe alles op het gebied van marketing. Ja, maar dat is ook niet serieus. Nee. Weet je, want uh, ja, natuurlijk doe ik alles. Ik heb een, uh, ik heb een brede kennis. Maar je moet mij geen, je moet niet aan mij vragen om een cea campagne in te richten. Nee. Maar de mensen die ik vraag om dat te doen, die kunnen mij niet bedonderen, want ik weet hoe het moet. Ja. Maar dat is niet mijn expertise. Nee, nee, dus nee, nee, dat nee, moet nee, je nee. echt doen. Nog meer ja. nee. tips? Ja, zeker. Uh, wat ik wel vind is, uh, wees, um, wees zo verstandig dat als je bijvoorbeeld een gezin hebt zoals ik, dat je niet gaat bekniffelen op bijvoorbeeld verzekeringen. Ja. Uh, bouw je pensioen op, dat soort dingen, dat vind ik belangrijk. Ja, um, ja en. Ja, uh, het, het freelance leven is af en toe een beetje spannend. Hè? Want uh, je hebt een klus, komt er nog een volgende klus. Maar ik ben ervan overtuigd dat op het moment dat je in een klus zit, je hebt je passie, dan denk ik uh, dat je zeker niet bang hoeft te zijn dat er iets niet komt, want er komt altijd wat. Ja. En in de wereld waarin we leven, waarin heel veel dingen, uh, en dat zal je ook wel zien, uh, of tenminste, dat heb ik ontdekt, uh, toen ik bij SMG bijvoorbeeld aansloot. De klussen zijn er. En nu zijn die klussen er. Volgende maand zijn die klussen er nog. Dus uh, daar ben ik, uh, ja, ben ik van overtuigd. Werk genoeg. Ja. Jorg, dankjewel voor jouw verhaal. Graag gedaan, dankjewel voor hier te zijn. Jorg Wiedek was dat, uh, freelancer uh, die uh, aangesloten is bij het uh, SMG netwerk. En uh, dankzij SMG mag ik deze serie maken om eens een inkijkje te geven in de wereld van uh, het freelancer. Ik hoop dat je wat aan deze video hebt gehad. En stel nou dat je denkt van hey, SMG is wel een interessant netwerk. Uh, als je op YouTube zit, hieronder in de beschrijving vind je een link en dan vind je daar alle informatie. En ben je aan het luisteren naar de podcast op Spotify, ook daar vind je in de beschrijving uh, dezelfde link terug. Uh, vind je deze video's nou leuk? We hebben er veel meer hieronder op YouTube kun je abonneren en ook als je zit te luisteren naar de podcast, ook daar kun je uiteraard abonneren en dan mis je helemaal niks meer en laat ook een review achter, ik vind het super leuk om van jou te horen wat je hiervan vond voor nu, dankjewel voor het kijken en dankjewel voor het luisteren, hoi!